ik nu het woord geven voor een opening, een reflectie, 20 jaar transo aan Tilburg University. En daarvoor geef ik graag het woord aan Wim van der Donk, rector magnificus en tevens voorzitter van het college van bestuur. Dankjewel Nathan. Je kunt van die transo'ers veel zeggen, maar snel zijn ze. Had u dat gezien? Waar werkt u? Die kolom die ging speedy omhoog. En zo kennen we het. Een dynamische club die niet bang is om verantwoordelijkheid te nemen. Ik moest aan jullie denken. Van harte gefeliciteerd allereerst. En dat zeg ik ook met eerbiedwaardig respect voor de voorgangers waarvan ik er een aantal zag lopen. De founding fathers, dat komt straks allemaal nog wel aan de orde. Ik kan er maar even bij zijn, maar ik wilde heel graag er even bij zijn. Omdat transo een van de parels van onze universiteit zit. Mevrouw de decaan, Antoinette de Bond. Nieuw aangetreden als decaan van die faculteit. Misschien Antoinette, als je even gaat staan, dan kent de hele clubje meteen. Onze nieuwe decaan TSB. En zij is de trotse decaan van een school, een faculteit, waarbij transo een van de departementen is. En ik kan je wel zeggen, en ik neem aan dat dat snel op de website te vinden is, er is een prachtig evaluatierapport van het onderzoek wat bij transo gebeurt. Ik kom er zo nog even op terug. Maar ik kan wel verklappen dat de scores impressive zijn. De commissie was impressed en terecht. Ik zeg er zoiets meer over. Maar ik moest aan jullie denken, ook niet alleen vanwege het jubileum, waarvoor dus de felicitaties namens het college van bestuur van harte gegeven, maar ook zo'n WRR-rapport dat er kwam. Mijn oude liefde, zoals jullie misschien weten. Een rapport dat misschien op een aantal punten niet zozeer nieuwe inzichten uit wetenschappelijk onderzoek naar voren bracht, alhoewel die er stellig ook in staan. Maar nogmaals de urgentie van een goede verbinding van de best brains, goed wetenschappelijk onderzoek voor een aantal grote opgaven die in die zorgsector in een brede de komende jaren spelen. Ik heb dat vaker gezegd, ik lig niet zo vaak wakker, maar als je ergens wakker van ligt, ligt het wel bijvoorbeeld in de sfeer van, nou, laat ik alleen de arbeidsmarktdynamiek in de zorg nemen. Of we dat op tijd rond gaan krijgen, nou, dat weten we waarschijnlijk niet. We zullen heel veel technologie, heel veel slimme sociale en juridische, weet ik wat voor innovaties moeten gaan plegen, om die zorgsector als het ware vooral te kunnen laten doen wat daar primair de drive en de harten en de competenties van de mensen zit, is goede zorg verlenen en ontwikkelen. En er is veel, zoals Cass Sunstein in zijn laatste boek zegt, sludge. Veel dingen waarvan we eigenlijk wel weten dat dat ons van het werk afhoudt, van de kernmissie om die zorg te ontwikkelen. En het mooie is dat die WRR eigenlijk oproept, en we gaan er binnenkort meer van horen op onze universiteit, om, nou ja, die kennis en dat onderzoek in die zorg echt ten dienste te stellen aan voortdurende kwaliteitsverbetering, maar ook nieuwe ideeën, nieuwe combinaties, eigenlijk de tijd waarin we terechtgekomen zijn in COVID. Iedereen, vraag ik, maak nou eens een lijstje van de dingen die je eigenlijk niet meer kwijt wil na COVID. Want we hebben geïnnoveerd, we hebben veel geleerd. Maar ik zeg ook van harte, Dieke, wat fijn dat we weer gewoon bij elkaar kunnen zijn. Want wat hebben we dat verschrikkelijk gemist. Ook in de zorg. Want elkaar ontmoeten, elkaar echt zien, is zo verschrikkelijk belangrijk. Niet alleen binnen de universiteit voor onze studenten, maar ook voor de kernmissie van transo. En dan kom ik op dat mooie rapport wat gemaakt is. Daar wordt eigenlijk gezegd dat transo exceptionally successful is geweest in het zich ontwikkelen als onderzoeksinstituut. En dan zegt er, staat er een zinnetje, while also maintaining an impressive, alsof er al twijfel bestond of die dingen samengaan. Dat is een oude discussie en dat zal van discipline tot discipline best een ander antwoord krijgen, maar hier staat een rector voor u die gelooft, echt gelooft, omdat het gewoon met scientific evidence, evidence-based kan worden aangetoond, dat combinaties van praktijken en fundamenteel wetenschappelijk onderzoek waarschijnlijk voor beide een benefit geven. Je krijgt er betere praktijken van, maar betere en goede praktijken, misschien praktijken überhaupt, inspireren wetenschappers tot het stellen van fundamentele vragen. Daar moet je wel open voor staan, je moet het wel zien. Maar de kracht van de combinatie van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek op een betrokken veld dat zich openstelt en soms ook echt heel kwetsbaar maakt voor onderzoekers, dat is een enorme kracht van wetenschappelijk onderzoek. En met name ook die van onze universiteit. Maar ook, ik sprak net met Maarten Steinboeg. Helaas kan ik je keynote niet horen, maar u gaat iets geweldigs meemaken vanmiddag. Ik heb hem vaker horen spreken. Is die kracht van die combinatie niet alleen dus iets wat in de technische wetenschappen gevierd en ontwikkeld wordt,
maar ook in de social sciences, die steeds meer digital sciences worden ook, moet ik zeggen. Dus ik ben ervan overtuigd, Dieke, dat de felicitaties niet een soort gratuit compliment voor wat al bereikt is zijn. Dat is het van harte en niet gratuit. Maar vooral ook een soort belofte voor de komende 20 jaar. Waar ik denk dat het soort missie dat Transor heeft laten zien de afgelopen 20 jaar... alleen maar belangrijker wordt voor ook onze universiteit. Want we hebben een soort ingewikkelde omgeving. Meervoudig wordt eisen aan ons gesteld. We moeten briljant wetenschappelijk onderzoek doen, maar we moeten ook geankerd zijn. En als ik hier zo rondkijk, wie ik uit het Brabantse zorgsysteem, die ik ook al een tijdje niet meer gezien heb, zie, en zelfs verder weg dan het Brabantse zorgsysteem, dan denk ik dat een groot compliment aan jullie als Transo ook is, dat hier veel mensen van buiten de universiteit nieuwsgierig zijn geworden naar wat jullie doen. En dat komt omdat jullie het zo voortreffelijk hebben gedaan. Dus de felicitaties zijn gemeend, het compliment ook. En nu verder, yes we can, yes we care. Dankjewel. Dank. Dank Wim van der Donk. Dan gaan we nu naar de voorzitter van Transo, Dieke van der Meen, om ons in een notendop even heel snel mee te nemen naar het wat en waarom van Transo, zodat we allemaal weten waar Transo vandaan komt en misschien ook een kijkje krijgen waar Transo naartoe gaat. Dieke, ik geef je heel graag het woord hierbij en je krijgt natuurlijk net als Wim een heel groot applaus. Nou, zou de Pauw... Ja, daar zijn we. Ontzettend fijn dat u er allemaal bent. Ik ben gewoon helemaal gelukkig. Ik ben gelukkig omdat jullie er allemaal zijn. Ik ben gelukkig omdat we weer bij elkaar zijn en elkaar kunnen zien. En ik ben gelukkig omdat we ons 20-jarige jubileum vieren. En kunnen laten zien wat we doen. En vooral ook met elkaar gaan kijken hoe we de komende 20 jaar die toekomst gaan vormgeven. Dus ik ga jullie even snel in 10 minuten, en we lopen al achter, dus gaan racen. Wat vertellen over Transo, wie we zijn, wat we doen en waar we naartoe willen. Nou, dit zijn wij. Althans, een deel van ons. Een deel zit ook hier, maar we zijn nog met meer. En het gaat om de mensen. En dit is een fantastische club mensen. Maar ik ga naar onze missie en ons doel. Ik doe het even in 1 keer. Die missie en het doel is eigenlijk in die 20 jaar dat we bestaan niet veranderd. Dat staat als een huis. Het verbinden van wetenschap en praktijk op het gebied van zorg en welzijn. En dat doel is dat in co-creatie te doen, samen met de praktijk en de cliënten en de burgers. En dan te werken aan kennisontwikkeling, maar ook aan kennisuitwisseling. En dat doen we natuurlijk om evidence-based werken in de zorg te bevorderen. En dit zijn die 3 kennisbronnen waarvan wij denken dat evidence-based werken bevordert. Dat we daarmee de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van leven kunnen verbeteren. En die 3 kennisbronnen hebben we ook centraal gezet vanmiddag, want in onze tafels zijn steeds die bronnen vertegenwoordigd. Het gaat om de combinatie van wetenschappelijke kennis, de kennis van de professional uit de praktijk en de kennis van de zorgvrager. Dus de cliënt, de burger, de patiënt. Kennisbronnen met hun eigen waarde, maar gecombineerd is het meer dan 1 plus 1 plus 1. En nou, het zal u niet ontgaan zijn, die academische werkplaats, u kent het allemaal, is de manier waarop we dat doen. Wat is dat? Een duurzaam samenwerkingsverband tussen Tilburg University en praktijkinstellingen. Een aantal basisprincipes liggen daaraan ten grondslag. Ik kom daar zo nog iets meer op, maar gelijkwaardigheid en die win-win situatie, waar Wim het ook al over had, zowel de praktijk als de wetenschap wordt er beter van. Persoonlijke contacten. Daarom is het ook zo fijn dat u hier weer bent. En op die manier werken we aan die innovatie in de zorg. Dus dat doel en die missie zijn niet veranderd. Dat professionaliseren van die werkplaatsen, steeds verfijnen van de manier van samenwerken, hebben we natuurlijk in 20 jaar gedaan. En dit is het goud van de academische werkplaatsen, de science practitioners. Dat zijn de mensen, de levende bruggen tussen die wetenschap en die praktijk. Die in de praktijk werken en van daaruit met hun vragen naar de wetenschap komen. En ook zelf dat wetenschappelijk onderzoek doen. En vervolgens het weer terugbrengen naar de praktijk. Dus de science practitioners zijn ontzettend belangrijk binnen Transo. Nou, dit zijn onze 11 werkplaatsen. Ik zal ze even heel snel opnoemen. Ik weet niet of u het kan lezen. Geestelijke gezondheid, verslaving, leven met een verstandelijke beperking, de kwaliteit van de huisarts- en ziekenhuiszorg, publieke gezondheid, jeugd,
arbeid en gezondheid, sociaal werk, ouderen en de laatste technologische en sociale innovatie. En dan hebben we nog een kennisnetwerk, gezondheidseconomie, wat eigenlijk als een matrix bovenop die werkplaatsen staat, omdat overal die gezondheidseconomische vragen aan bod komen. En dan, misschien wel het belangrijkste, zonder jullie, zonder onze samenwerkingspartners, was er geen Transo. Dit zijn alle logo's, denk ik. Ik ga snel doorklikken, want er is er vast eentje die ik vergeet, die natuurlijk dan net in de zaal zit. Maar we hebben nu zo ongeveer 75 structurele partners in die werkplaatsen en daarnaast ook nog eens zo'n 75 partners waarmee we op projectniveau samenwerken. Hij gaat snel door dan. Even snel terugkijken toch, want het is een feestje van 20 jaar Transo. En dat begon in 1999 toen er een overeenkomst werd gesloten tussen de SVOG, de Stichting ter Bevordering van Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek in de Gezondheidszorg, en Tilburg University, om Transo op te zetten. Toen was er nog niks. Toen werden er twee mensen aangesteld. Henk Garretsen, Henk, waar zit je? Daar is Henk. En Aad de Roo. Aad zit ook... die zit naast Henk, kijk. Onze founding fathers. Dus, nou, ik spring vast naar het dankwoord, dan heb ik het maar gezegd. Tilburg University, SVOG, Henk, Aad. Ontzettend bedankt dat jullie toen begonnen zijn. Anders hadden we dit niet gehad. In de loop van die 20 jaar zijn al die werkplaatsen gesticht. Ik loop er snel doorheen. Dit waren de eerste. Geestelijke gezondheid en publieke gezondheid. En toen kwamen er een heleboel andere. En de laatste is de technologische en sociale innovatie, waarin we samenwerken met GGZ Eindhoven en ook met de Technische Universiteit van Eindhoven. Dus dat is ook weer een mooie stap om ook samen te werken met andere kennisinstituten. Dit is eventjes een plaatje om te laten zien hoe snel we groeien. We zijn nu met z'n 250 ongeveer. En in 2006 konden we nog met alle fotootjes op de voorkant van ons jaarverslag. Dit zijn die 51 mensen. Diegenen die nog in de zaal zitten, jullie moeten straks naar die fotootjes kijken. Want wat mensen met nu grijs haar, die staan hier nog heel cute en jong op. Echt. Ik ga snel door, want anders gaan jullie het ook nog bekijken. Goed, waar hebben we het over? Die centrale thema's. Evidence-based werken heb ik genoemd en daarmee willen we met die drie kennisbronnen kwaliteit van zorg en daarmee kwaliteit van leven verbeteren. Maar dat is nog heel breed. Dus als we dat meer toespitsen, dan hebben we het over gezond gedrag, gezondheidsbeleid. We hebben het over sociale ongelijkheid en inclusiviteit. We hebben het over geestelijke gezondheid, capabilities en herstel. Dus weer gaan participeren in de samenleving. Belangrijk is dat cliëntperspectief. Participatie en ook de inzet van ervaringsdeskundigheid, ook in het onderzoek, en natuurlijk het hele zorgsysteem. En eigenlijk zijn dit thema's die over al die werkplaatsen heen spelen en van belang zijn. En dan, niet te vergeten, onderwijs. We zijn heel trots dat we nu een Mastertrack Health, Wellbeing and Society hebben, samen met onze collega's van het departement Sociologie, om die professionals op te leiden met onze bagage aan kennis en vaardigheden. Doen we natuurlijk door colleges te geven, thesisbegeleiding te doen. En we hebben ook al vanaf 2002 postacademische opleidingen. Ik wil nog even ingaan op dat co-creatie, dat mooie begrip. Van wat is dat dan, dat co-creëren? Nou, ik heb een literatuursearch gedaan, daar zal ik verder niet te veel op ingaan. Uit alle wetenschappelijke literatuur zo'n 50 artikelen gevonden die iets zeggen over co-creatie in allerlei mogelijke termen. En er komen een aantal belangrijke dingen uit. Die zal ik heel snel door gaan lopen. Aantal hebben we al genoemd. Structureel en langdurig samenwerken. Het is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. We spreken ook af, we gaan dat een tijdje met elkaar doen. Gelijkwaardigheid en wederkerigheid voor alle partijen. De een is, we zijn allemaal anders, maar de een is niet meer of beter dan de ander. Vertrouwen. Dat is heel erg belangrijk. Je spreekt soms een andere taal, dus je moet elkaar ook leren kennen. En je moet elkaar vertrouwen dat je hetzelfde doel hebt. Die win-win situatie, Wim heeft het al genoemd. Persoonlijk contact, niet te vergeten, hebben we ook genoemd. Blurring boundaries, dat betekent dat de grenzen tussen die wetenschap en die praktijk niet altijd meer duidelijk zijn. En je moet ook over die grenzen heen durven kijken en soms een beetje opschuiven. En een beetje proeven waar je dan samen bij elkaar komt. Het is niet altijd duidelijk. Het is soms zoeken.
En we hebben het niet over kennisoverdracht. We willen niet zenden, dus ik stop zo ook, want ik ben toch aan het zenden. Maar het gaat vooral om die uitwisseling hier aan tafel. We willen die wetenschap verbeteren en die praktijk verbeteren. En ook door aan die wetenschap weer te werken aan theorievorming, gebruiken we dat ook weer om die praktijk te verbeteren. Dus het is het is geen lineair proces, het is cyclisch en iteratief. Die vragen komen steeds weer terug en we zijn steeds aan het verbeteren met elkaar. En last but not least, co-creatie kost tijd. Je moet investeren, maar dat hebben we gedaan. Hè? 20 jaar investeren, dan heb je ook wat. Dus nog even de vierde generatie universiteit. Een term van Maarten Steinboek. Dat is de universiteit waar wij denken dat we naartoe willen. Je hebt er een heel verhaal over geschreven. Ik heb het, hoop ik, goed samengevat, anders hoor ik het straks wel. We willen een universiteit die naar buiten reikt. Een netwerkuniversiteit die open is en aan innovatie werkt met alle mogelijke partners. Dat zijn burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties, maar misschien ook wel kunstenaars, het maakt niet uit. Met z'n allen in een ecosysteem werken aan die innovatie. En die universiteit moet dus naar buiten toe en naar binnen halen. En dan kom ik natuurlijk op het belangrijkste. Het gaat niet om terugkijken, maar om de toekomst. Wat gaan we doen? We hebben een aantal maatschappelijke uitdagingen. Nou, Wim, ik denk dat wij op dezelfde dingen uitkomen. Dus we zitten op één lijn. Toenemende zorgvraag en kosten. Die arbeidskrachten die we niet meer hebben om het allemaal te gaan doen. Die groeiende kloof tussen arm en rijk. En hoe kunnen we dan die digitale of die technologie benutten, die data science en artificial intelligence, om ook juist die problemen op te gaan lossen? Dat zijn die uitdagingen waar we voor staan. En dat doen we niet alleen. Er is net een rapport ook verschenen van de kennis- en innovatieagenda. En dan zien we dat we binnen Nederland eigenlijk met alle partners, overheid, andere kennisinstellingen, bezig zijn aan eenzelfde missie. Langer in goede gezondheidsleven, gezondheidsverschillen verkleinen. En er worden een paar specifieke dingen genoemd die ook passen in de uitdagingen die ik net noemde. Een gezondere leefstijl, beter organiseren van zorg ook in de leefomgeving, naar de mensen toe. Participatie van mensen, van chronisch zieken in de samenleving. En een heel specifiek punt, want in dit rapport wordt genoemd, hogere kwaliteit van leven, ook voor mensen met dementie. En dan ongeveer de laatste slide. Onze scope houdt niet op bij de landsgrenzen. De uitdagingen die ik noemde spelen natuurlijk niet alleen in Nederland, maar dat zijn internationale uitdagingen. En ik heb hier even het plaatje van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties neergezet. Want we moeten die problemen intersectoraal aanpakken. Het gaat niet alleen om zorg en welzijn. Wat wij doen voor zorg en welzijn grenst aan de uitdagingen op het gebied van armoede, veiligheid, klimaat, immigratie. Dat zijn deze sustainable goals waar we eigenlijk intersectoraal naar moeten kijken. Nou, uitdagingen genoeg. Ik kom aan mijn eind hoor. Ja. Transo in 2040 heb ik er maar boven gezet, want dat is over 20 jaar. Ja, we hebben een jaartje gesmokkeld door corona, maar over 20 jaar, 2040, ja, is het een glazen bol? Ja, we kunnen niet in de toekomst kijken natuurlijk, dus ik weet niet waar we dan staan. Maar toch denk ik, kijkend in die glazen bol kun je wel wat zeggen. Die uitdagingen zijn genoemd, er is genoeg werk aan de winkel en wij zitten hier met mensen die al heel lang samenwerken en die samen datzelfde doel hebben. Dus kijkend in die glazen bol denk ik, ja, dat gaan wij met z'n allen aanpakken. En dan één ding wil ik voorspellen als ik in die bol kijk, dan weet ik eigenlijk zeker dat we hier over 20 jaar weer staan. En dat was hem. Heel veel plezier vandaag. Dankjewel.